Nou, eigenlijk bestaat de Urkereconomie uit verschillende onderdelen. waarvan uh, visserij en visverwerking ja. eigenlijk de belangrijkste onderdelen zijn. Nou, de visserij dat is wel een, een, een beroepstak. die regelmatig uh, met regelgeving te maken heeft. en ook wel onder vuur ligt. en waar het ook best wel moeilijk is af en toe. Ja. En het lijkt me dat daarmee dan de Urkereconomie ook kwetsbaar is? Voor dat deel zeker, ja. Daar is de economie kwetsbaar voor. Maar voor wat betreft de visverwerking. Die nog maar voor 20% afhankelijk is van de Noordzeevisserij. Ja, dat is gewoon een ontzettend sterke sector. die eigenlijk alleen maar groeit. en zo snel groeit dat wij dat als gemeente niet bij kunnen houden. om voor grond te zorgen. Nee. Nee, Daarom ook dat soort grenscorrecties en zo, waar ja. u altijd mee bezig bent. Klopt, je. Want de, de, ja, Urk heeft natuurlijk te klein grondgebied om al die bedrijven te huisvesten. U hebt ook te maken met groeiende bouwnijverheid en logistiek uh, op Urk. Um, waar gaat u nou vooral op inzetten de komende tijd uh, als je kijkt naar economische groei? Nou ja, onze, de groei van onze economie die is zo sterk dat uh, wij nu nou niet meteen speerpunten hebben omdat wij eigenlijk onze groei amper bij kunnen houden. Dus de, u ons... moet het eigenlijk niet stimuleren waar je nee, het Nee, inderdaad. Wij, wij zijn eigenlijk uh, heel erg druk met zorgen dat we weer uh, grond beschikbaar krijgen... voor de bouw van onze bedrijven. Uh, als ik ook zie, we hebben er 100 hectare nu bij gekregen. We zijn druk bezig met uh, bestemmingsplannen. Maar uh, van die uh, 100 hectare is 25 hectare is intussen in, uh, in optie uitgegeven... Dus ik denk dat uh, als het straks uh, bouwrijp is, nou of we daar nog veel over hebben, weet ik niet.